Ja, we zijn hier in Heerlen, we staan voor de Schouwburg. En ja, ik sta hier tussen allemaal kleedjes, gebreide kleedjes. En ja, ik ga eens een paar mensen het gebreide hemd van het lijf vragen wat dit allemaal betekent. Listen to the radio. A conversation. We both admit we had it good, but until then it's alienation. I know that much is understood. Nou, wat nou zo speciaal is aan die doeken, ze zijn eigenlijk niet allemaal van wol gemaakt. Je hebt hier bijvoorbeeld, dit is zeg maar band van een oude video. En nou, het is een wonder dat je dit überhaupt ziet op RTV Parkstad, want voor hetzelfde geld had onze cameraman nu zijn bandje in moeten leveren aan de organisatie en was er van dit gewoon iets gebreid. Snap je? We hadden daar een gesprekje over met de organisatie. Kijk. Nou, wat daar de bedoeling van is, we hebben met allerlei Heerlenaar, een heleboel mensen bij elkaar, hebben we gezorgd dat we een heel mooi tapijt hier op het plein konden neerleggen om in ieder geval een statement te maken dat wij vinden dat dit plein, het Schouwburgplein, veel te massaal is. En dat het eigenlijk gewoon een gezellig plein moet worden waar iedereen met plezier naartoe komt. En om de aandacht daarop te vestigen zijn wij gaan breien. Dus u bent de initiatiefnemer van het geheel? Ik niet alleen, samen met Jess. Dat zijn we samen. Ja, we hebben met z'n tweeën het idee ontwikkeld. En wij willen graag een groen plein. Waar mensen dus kunnen zitten, elkaar kunnen ontmoeten, rustige bankjes, wat kunnen lezen als ze willen, kunnen picknicken. Nou ja, in ieder geval van alles. Maar dan gezellig. Dus niet dat steen allemaal, daar houden we gewoon niet zo van. Het is eigenlijk veel meer een statement zo van, kijk eens hier, we doen iets even om de aandacht op het plein te vestigen. Het blijft wel liggen tot volgende week, tot en met volgende week zondag. En dan, in die tussentijd, kan iedereen komen kijken op zijn gemak. En iedereen wordt, jongere mensen, oudere mensen die wat willen doen, akoestisch gitaar spelen, zingen, die kunnen ons hier komen onderhouden in die week. Want de gemeente heeft jaren geleden, heeft ze al eens een keer een huisje hier neergezet en alle inwoners van Heerlen mochten hun ideeën allemaal opschrijven. Hebben ook heel veel mensen gedaan, maar wij zien nog steeds niet dat er iets gebeurt met het plein. Dus van daaruit hebben wij gedacht, nou dan gaan we dat als burgers van Heerlen gewoon zelf doen. Kijken we hoeveel mensen het leuk vinden, hoeveel mee gaan doen. En dat hebben er dus heel veel gedaan. Heel veel mensen waren enthousiast en hebben allemaal meegebreid. Tientallen, honderden, nou het is niet ouderen, jongeren, van scholen, dus van zorginstellingen, een straat. Met ons, mensen individueel, een heleboel mensen hebben meegebreid. Ook zelfs mensen die vroeger in Heerlen gewoond hebben, die nou verhuisd zijn, die zich nog betrokken voelen met de stad, hebben meegebreid. In Amsterdam, in Utrecht, in Zevenaar, iemand, in België, in Duitsland. Van alle kanten hebben mensen meegewerkt, echt overweldigend. Ja, mevrouw, we zien hier een kaart met allemaal cijfers erop. Wat is dit precies? Nou, deze cijfertjes, die hebben we, of het is zo eigenlijk, alle lapjes die binnenkwamen, die hebben we opgemeten steeds en die hebben we opgeschreven. En hebben uitgerekend, iedere keer als er lapjes bij kwamen, dus hebben we dat aangevuld, om de vierkante meters te weten van hoeveel we al binnen hadden. Dus we zijn 18 oktober, staat hier. Dat is de eerste keer dat we begonnen zijn met opschrijven. En de laatste zijn van 14 juni. En in totaal hebben we 366 vierkante meter hebben we gebreid. Of alle mensen dan. Ja. Ja. Maar het was gewoon leuk om dat op te schrijven steeds. Zo wisten wij waar we aan toe waren. En het geeft aan hoeveel lapjes. Hè. Het zijn ontelbaar veel lapjes, kleine lapjes allemaal. Ik vind het ontzettend goed initiatief wat hier in Heerlen plaats heeft gevonden. En ik vind het verschrikkelijk leuk dat bejaarden uit Tobias hier aan hebben meegewerkt. Door het initiatief van een van de medewerksters. En zij komen ook zo meteen kijken. En we zijn blij dat we met een aantal vrijwilligers zijn om hun dit aan te bieden. Dus aan te bieden en te kijken of het lukt. Hoeveel heeft u ongeveer gebreid hiervoor?
Nou, dat valt niet in kilometers uit te drukken, maar ik denk wel als je de lint waarmee ik alles gebreid heb zou uitleggen, kwam je wel tot Amsterdam. Want ik hou van recycling. Kijk, ik had op een gegeven moment zo'n afvalberg met plastic zakken, dat het gewoon veel te veel was om te gebruiken. Ik denk, weet je wat je doet? Ik ga ermee breien en haken.